Kannen 534 is gefokt door de familie Age Okkema en kreeg bij de geboorte de naam Kannen van de Mersken. Met halfbroer Jimte 533 hoort hij bij de eerste goedgekeurde zonen van Oelbrand 502. Kannen 534 komt uit een bijzonder sterk fokkende merrielijn uit stam 50. Zijn moeder is een ster, sport, prestatiemerrie met dubbel A predicaat en een dochter van Torben 466. Daarvoor volgen vier generaties preferente prestatiemerries. Zijn halfzus Ela Sterre werd in 2022 centrale keuringskampioen bij de merries van 4 jaar en ouder en algeheel reservekampioen. De stokmaat van Kannen 534 is 1,64 meter. Zijn verwantschap is 17,1%. Kannen 534 is plezierig in de omgang, nieuwsgierig en heel intelligent. De hengst heeft inzet en een natuurlijke balans. Hij bouwt wel snel spanning op, maar laat zich wel fijn bewerken. Kannen 534 heeft veel rasuitstraling, een edel hoofd, een sierlijke belijning en veel behang. De hengst heeft veel jeugduitstraling, is voldoende lang gelijnd en heeft een horizontale romprichting. Zijn bovenlijm mocht wat geslotener zijn, de schouderligging is schuin en lang. Hij heeft een iets hellend kruis. Kannen 534 heeft hard en droog beenwerk. Kannen 534 heeft als driejarige het centraal onderzoek doorlopen en laten zien een goede aanleg als rij-, men- en tuigpaard te hebben. Hij heeft een actieve stap met lichaamsgebruik waarbij hij iets meer buiging in het spronggewricht mocht tonen. In het draf heeft hij een goed voorbeengebruik, is hij gedragen en mag hij iets meer buiging in het achterbeen hebben. De hengst heeft veel talent voor de galop. Die is lichtvoetig met een goede sprong en afdruk en Kannen 534 kan hierin goed schakelen. Kannen 534 kan gebruikt worden om lichaamsgebruik en werkwilligheid te verbeteren. Ook kan hij de galop verbeteren. Merries dienen wel voldoende lang gelijnd te zijn met een goede bovenlijn.